Welkom bij de inpaksessie van workshop doos nummer 9 van Maak het met Miranda. In deze doos vind je gereedschappen voor 4 workshops in augustus 2023. Deze dozen die gaan geveild worden. Er zijn 20 exemplaren. Het beginbod begint bij €10 per doos. Iedere doos heeft een eigen video. En onder iedere video kan je dus je bod uitbrengen. En dit is doos nummer 9 en die ga ik nu inpakken, zodat jullie zien wat er ook allemaal in zit. Er worden 4 workshops gegeven en de eerste workshop is, of het eerste gereedschap wat ik in de doos stop, is voor de workshop gimpen op 27 augustus 2023. Een gimpvork kost nou een dag ongeveer €6,50. €10 inclusief verzendkosten. Je bod is altijd inclusief verzendkosten, ook als je vanuit België biedt. En dan wordt je pakketje begin augustus naar je toegestuurd. Een gimpvork. Dit is de verpakking. De gimpvork gaat er scheef in en de verpakking moet ik vouwen. Want anders dan zou het pakketpost worden en dat willen we niet. Dus voor de eerste workshop heb je een originele gimpvork. Die bestaat uit deze 4 onderdelen, maar daar kom je vanzelf achter. En die past zo in het doosje. Het doosje dat hergebruik ik. En daar passen nog veel meer dingen in. Zo hebben we ook een workshop waarbij we op 20 augustus deze wasknijpers gebruiken. Deze 3 wasknijpers, daar gaan we wat grappigs mee doen. Niet een uitgebreide workshop, maar ja, hoe vaak heb je nou dat soort wasknijpers in huis? Dus dat zijn al 2 workshopjes in de doos van Maak het met Miranda. Je krijgt er ook een stukje stramien bij. Dit stramien dat gaan we gebruiken tijdens een workshop op 6 augustus. Daar hebben we natuurlijk nog meer voor nodig, maar dat hoor je en dat heb je ook allemaal echt wel in huis. Als je in het café komt, heb je dat in huis. Een stukje stramien gaat er ook in. Even een beetje passen en meten, dat het ook echt goed past allemaal zo meteen als de doos dicht moet. Dat is de derde workshop. En de vierde workshop, dat is de workshop frivolité. En dan heb je hier frivolité schuitjes. Die kan je daarbij gebruiken. En daarmee gaan we aan de slag op 13 augustus. 4 workshops in 1 doos voor in ieder geval €10 of zoveel dat jij ervoor over hebt. Om ook nog de hoogste bieder te zijn waardoor je deze doos daadwerkelijk kan kopen. Daarnaast komen er nog andere spulletjes in. Zoals deze originele DMC-garens van lang geleden. Er is niets mis mee, het is in perfecte staat, maar het is wel oud. We kunnen deze waarschijnlijk wel gebruiken bij de workshop met de houten wasknijpers. Dus dat is handig, heb je dat gelijk erbij. Er komen in wat handgemaakte kaartjes. Gewoon, die kan je ergens aanhangen. Hartstikke leuk. Er komen in 8 haaknaalden. Volgens mij zeg ik steeds 10, maar het zijn er 8. 2,5 tot 6 mm. Het zijn kunststof haaknaalden. Ze zijn splinternieuw. Ik heb ze uit de verpakking gehaald. Maar in de verpakking werd het pakketpost. En dat vind ik natuurlijk weer onzin en nonsens. Dus 8 haaknaalden, 2,5 tot 6 mm. Ze zijn kunststof. En volgens mij mag je ze zelfs meenemen in een vliegtuig. Ze waren bedoeld als lichtgevend. Maar de kans dat ze dat doen is ongeveer 0, dus dan weet je dat ook. Geen lichtgevende haaknaalden. Je krijgt erbij voor als je breipunten hebt zonder knop en je weet niet welke maat het is, dan heb je hier een maatje en er zit een centimetertje op. Een breimaatje. Handig, stoppen we er ook bij. We stoppen het gewoon allemaal overal tussen. Ja, moet zoveel mogelijk in zo'n doosje doen natuurlijk. Dan hebben we nog extra naaiklippies. Handje naaiklippies. Er zitten er ook 2 aan het stramien. Die houden dingen goed bij elkaar tijdens het naaien. Maar ook verpakkingen dicht houden. Als je iets aan het lijmen bent, ze zijn handig voor van alles en nog wat. Dus die komen er ook bij. En dan gaan we hopen dat de doos zo meteen nog dicht kan. Want we hebben ook nog erbij een hele grote speld. Die kan je bijvoorbeeld gebruiken bij het breien als je een halsje of zo, dat je die steken even moet parkeren.
Maar je kan er bijvoorbeeld ook je meest mooie steekmarkeerders aanhangen. Dat mag je allemaal zelf weten. Je krijgt hem erbij helemaal gratis en voor niks. Want je betaalt voor het hele pakket en dit is, ach ja. Die doen we er gewoon bij, hè, als vulling. Er moet zoveel mogelijk in. En je krijgt er nog bij een heel aquarium met vis. Dit zijn breivisjes. En breivisjes die kan je gebruiken tijdens het breien, maar ook tijdens weven of met veel kleuren borduren. Of dat kan met alles haken. Je kan overal kan je breivisjes bij gebruiken. Dus niet gerelateerd aan breien. Dus zeg je kan niet breien, wil niet breien, ik heb niks met breien. Breivisjes zijn toch handig. Nou, dan wordt het tijd dat ik de doos ga sluiten. En dan op zo'n manier dat alles er netjes in zit. De doos niet uitpelt. Want anders zeggen ze bij de post, hij is te dik. Nou, ik word een pro ondertussen. Ja, zo ligt het een stuk beter. Oh, waarom steek ik hier uit? Deze moet er nog uit. Ja, het is wat, hè, doosje inpakken. Maar ja, als het niet nodig is, dan betalen we liefst geen pakketpost. Deze doen we even zo. Dat scheelt. Ja, dat was hem. Nou, mooi, die zit ook dicht. Kijken, heb ik hier een plastiekje. Nou zeg je van, nou Miranda, ik vind het allemaal leuk en aardig en zo, die veiling van je, maar ik wil dat helemaal niet. Maar ik wil wel graag je café steunen. Nou, dat is zo makkelijk. Dat kost niks, dat doet geen pijn en dat kan je altijd doen als je er bent. Geef een duimpje omhoog. Onder iedere video vind je duimpjes. Geef een duimpje omhoog. Daar maak je me ontzettend blij mee en daarmee help je het café ook voor te bestaan. En dat is belangrijk. Hè? Het café moet blijven bestaan. En dat moeten we dus. Daarvoor heb ik jullie nodig. Zonder jullie geen café, zeg ik altijd. Dus geef een duimpje omhoog. Maak me helemaal gek. Plaats een reactie onder de video's. Dat is ook heel belangrijk voor mij. Reacties onder de video's. Dus al is het maar een hartje, word ik hartstikke blij van. Dus kost je niks. Een fractie van een seconde. Je maakt mij blij. Nou, doos nummer 9 voor de veiling is ook klaar. Klaar om te verzenden. Je ziet wat erin zit en er gebeurt verder niks meer mee. Behalve een verzendlabel erop. Dus wil jij deze of een van de 19 andere dozen hebben? Doe een bod. Onder iedere video bied je op de betreffende doos. Ik zeg bedankt allemaal weer voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. Maak er weer een mooie dag van. Ik zeg dag!